Ik ben te gast hier bij de familie Ter Haar in Zuna. De familie Ter Haar heeft een melkveebedrijf. En bij hun melkveebedrijf hebben ze ook een winkel met allerlei streekproducten. Ja, een bedrijf wat de combinatie heeft van aan de ene kant een agrarische ondernemer. En aan de andere kant ook samen met de natuur. Want je zit hier dicht bij de Sallandse Heuvelrug. En die verbinding wordt in dit bedrijf gezocht. En nou, dan zie je dat er prachtige producten ook ontstaan. Lekkere producten ook. Die geweldig zijn om even naartoe te gaan en hier te kopen. Ook de boeren hebben het op dit moment moeilijk in die coronacrisis. Afzet die wegvalt, producten die minder opbrengen. En dan is het mooi dat boeren elkaar ook vinden om mooie producten te maken. Dat is toch een van de lichtpuntjes in Overijssel. Samen producten verkopen, samen producten aanbieden aan mensen in je eigen omgeving. En daar ook, als je daar in de omgeving woont, ook die producten te kopen. Ik zie ook dat mensen zich steeds meer bewust worden van lokaal geproduceerd voedsel. Bij de boer zelf je producten gaan kopen. Korte ketens zijn dat ook vanuit je eigen woonplaats, in je eigen omgeving voedsel gaan kopen in plaats dat het ver weg komt. Je ziet nog een enorme creativiteit ontstaan bij de boeren in samenwerken. Dat ze hun eigen producten bij elkaar aanbieden. Dat kun je ophalen, dat kun je thuis laten bezorgen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden nu. En juist wat is nog mooier op dit moment om even een fietstochtje te maken dan op een boerenerf je producten te kopen. En je gaat weer naar huis toe. Je hebt prachtige, lekkere producten. En je hebt er nog een mooie fietstocht bij ook. Ook bij mij in de buurt kun je op verschillende plekken producten kopen. Groenten, fruit, vlees, zuivel, kaas. Zoals hier zijn Suna-kaas. Ik ga ook regelmatig even op stap om iets te gaan kopen. Dit kan in heel Overijssel. En we ondersteunen dit ook graag met het initiatief Hallo Boer. Daar kun je op zien van waar je ergens in de buurt producten, streekproducten kunt kopen. Producten rechtstreeks op het erf kunt kopen. En dat sluit aan bij de landelijke campagne Support Your Locals. Voedsel van dichtbij, dat is lekker, dat is gezond. Een lichtpuntje in Overijssel.